Ik ben geen liefhebber van klussen in huis, maar soms moet je wel. Vanochtend zag ik water liggen. En dan denk je, waar komt dat vandaan? Je ziet hier het manchet wat aan mijn toilet zat. Daarin komt de pijp vanaf het hooggeplaatste reservoir. Nou, duidelijk dat dat ging lekken natuurlijk. De lekkage zag ik vanochtend. Een loodgieter gebeld. Maar dat duurt een week voordat ze komen. Dus zelf aan de slag, er zit niks anders op. Officieel moet je dit soort reparaties zelf doen. Maar ik had het nog nooit gedaan, dus ik dacht van nou, ik bel een loodgieter. Alleen, die neemt er rustig een week de tijd voor, voordat ze komen. Dus ik ben toch maar zelf aan de slag gegaan. Losmaken was niet zo'n probleem. Daarna alles goed schoonmaken. Maar ja, het terugplaatsen. En hoe werkt het dan? Het is afwachten. Anders kunnen we altijd de loodgieter nog laten komen. Dit is de nieuwe machet. Een kwestie van even monteren. En dan zou het probleem opgelost moeten zijn. Nou, ik ben benieuwd. Kijk, het nieuwe machet zit op zijn plek. En we hoeven dus geen week te wachten op een loodgieter. En het blijft ook nog dicht. Voor vandaag in ieder geval.